Ja, ja, we zijn weer een stapje hoger gekomen. Een jaar na Rotterdam. En 16.233. Dat is nu de leidende score. Wat kan deze man uit Amerika eraan doen? John Orozco, 19 jaar jong. En hij wordt daar door zijn trainer Vitaly Marinic aan het rekstok geholpen. Kijk, een hele draai. Ja, in dat vluchtelement. Dat is knap hoor. Wordt aangemoedigd hier van alle kanten. Amerikanen zijn altijd al luidruchtig, maar ze kunnen turnen. Kijk, oi, 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 hij gaat de verkeerde kant op. Ja, hier gaat het fout. Hij moet het risico nemen om de dislok hele draai tot in handstand uit te voeren. Want als je dat niet doet, verlies je punten in de D-score. Kijk, hier doet hij dat tot halve draai en dat doet hij heel goed. En met de vluchtelement in combinatie krijgt hij weer verbindingsbonus. Maar hij heeft zijn fout al gemaakt. Dubbelsalto gestrekt met een schroef. En we zeggen natuurlijk chapeau tegen de 19-jarige John Orozco. Die hier zijn eerste WK turnt en al gelijk in de finale rekstok staat. Dat zegt wel iets over je kwaliteit. En hij krijgt de laatste handdruk van Epke Zonderland. Die als derde aan de toestel gaat turnen. Hier zien we nog het begin even met die vluchtelement over de rekstok heen. Toen kwam het doorsteken. Let hierop. Hier die hele draai. Kijk, en dan had hij door moeten zwaaien over de rekstok. Maar hij komt terug. En dat was niet de bedoeling. Nou, dat is zeker een half punt aftrek. En ook hier, de landing is niet vlekkeloos. Orozco zal dus ongetwijfeld naar een lagere score gaan dan Fabian Hambüchen. Intussen staat Epke Zonderland gereed op het podium. Doet nog even zijn hemdje goed, zijn schouders of alles correct zit. Controleert zijn turnleertjes, loopt naar de magnesiumbak. Nog wat nieuwe magnesiumpoeder, nu moet het gebeuren. Dit WK is nog veel belangrijker dan die andere twee WK's. Omdat hier voor hem een Olympisch startbewijs is te verdienen. Opnaam. En Orozco wacht nog steeds op zijn score. De man die getraind wordt door Vitaly Marinic. Een voormalig Oekraïner die in 1994, ja ik zeg het maar even, zo goed kon turnen dat hij in het WK in Dortmund de hoogste scores had bij de verplichte oefenstof. Dan ben je dus een perfectionist. 14.133, dan doe je dus niet mee voor de medailles.